dat zijn delicten met een discriminatoir aspect. En het discriminatoir aspect heeft dan een rol gespeeld als motief op de achtergrond of bij het plegen van een delict. Hate crime is een misdrijf dat twee keer pijn doet. Eén keer de klap en de tweede keer als je achteraf bedenkt, en dat is alleen maar omdat ik lesbisch, homo, bi of transgender ben. En het gaat dan om groepen die zich kenmerken door een bepaalde etnische afkomst, dus door huidskleur. Om groepen die zich kenmerken door godsdienst of levensovertuiging. Het kan gaan om geaardheid en het kan gaan om groepen wegens hun handicap. In onze ervaring betekent dat heel veel voor een slachtoffer, omdat het raakt op identiteitsniveau. Het gaat over wie iemand is. Dat doet pijn, dat doet echt pijn. Ja. En het is vaak al een grote stap om aangifte te doen. En ik denk dat we daar rekening mee moeten houden. Dat we zo goed mogelijk om moeten gaan met mensen die zich durven melden. Het is ontzettend belangrijk om daar goed op door te vragen. Omdat op basis daarvan een officier van justitie weer strafverzwarend kan eisen. Dan moet je even toch het gevoel hebben dat je serieus wordt genomen als je aangifte gaat doen. Had je een probleem of zo? Nee, helemaal niet. Had je een probleem? Nee, helemaal niet. Roze in Blauw is een team dat 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is voor slachtoffers van LHBT-gerelateerde hate crimes. We zien in Amsterdam, waar dat Roze in Blauw team al langere tijd heel actief is, dat de aangiftebereidheid ook echt is toegenomen. En wij vragen ook als OM, dat hebben we in onze richtlijnen vastgelegd van de officier van justitie, dat in het requisitoir wordt benadrukt dat er sprake was van een discriminatoir aspect en dat er daarom een hogere straf wordt geëist. Ik wil in een samenleving wonen en daar staan we volgens mij ook als Nederland voor met onze normen en waarden waarin je jezelf kunt zijn. Je mag mensen wel haten, maar je mag ze niet aanraken. Je mag ze wel uitschelden, maar in je hoofd.